samen met mijn vrouw op vakantie. En in één keer gingen mijn oogleden hangen. En ik dacht dat het aan het zonlicht lag, maar uiteindelijk bleek het toch meer aan de hand te zijn, want vervolgens kon ik ook mijn mond niet meer spoelen. Vervolgens begonnen mijn beenspieren te verslappen en uiteindelijk moest ik worden opgenomen in het ziekenhuis. Ik kan mijn voet niet op dit been krijgen, dat lukt me gewoon niet. Ik was op vakantie in Turkije, dus ik had mijn videocamera mee. En uiteindelijk heb ik ook gefilmd en mijn vrouw heeft gefilmd in het ziekenhuis. Ik vind het wel een vreemde gewaarwording. Met mijn benen, ik stap er geen bal van. Maar goed, God is groter dan we denken. Ik ben gerepatrieerd vanuit Turkije door de ANWB naar Nederland. En uiteindelijk was daar een neuroloog, dokter De Baats heet hij. Die kon de diagnose stellen. En de diagnose was myasthenia gravis. Ja, het is een chronische ziekte, een zeldzame spierziekte, waardoor de prikkeloverdracht van de zenuw naar de spier eigenlijk niet meer goed verloopt en waardoor je dus verlammingsverschijnselen krijgt. Het bijzondere is dat op de dag dat ik hoorde dat ik myasthenia gravis had, kwam mijn schoonvader me een boek brengen, het boek van Edso Vozo, Op dat niemand verloren gaat. En ik las dat boek, mijn schoonvader had het zelf nog niet eens gelezen. En ik lees over zijn levensverhaal en dan blijkt dat hij ook een ziekte had gekregen, myasthenia gravis. En hij heeft enorm geworsteld met die ziekte. Hij had hem nog in een ergere vorm dan ik hem had. En hij genas niet ogenblikkelijk. Maar hij genas eigenlijk in een proces geleidelijk aan. En nou, omdat ik het zo bijzonder vond dat ik op die dag las over die ziekte en wat die man had gekregen. Ik wist gewoon, God spreekt tot dit boek door mij. Van Remco, je zal niet ogenblikkelijk genezen, maar je zal in een proces genezen. Dus stel gewoon je vertrouwen op mij, maar uiteindelijk zul je gezond worden. En zul je gewoon alles kunnen doen wat je wil doen. Ik kreeg pillen die de prikkeloverdracht stimuleerden. Het waren geen pillen die mij konden genezen, maar wel om de symptomen te bestrijden. De lichamelijke klachten namen af. Wat bleef was de jaren daarna enorm veel vermoeidheidsklachten. En na 3 jaar ben ik weer gezien door de neuroloog. En de neuroloog die vroeg me hoe het met me ging. En toen heb ik hem verteld dat ik sinds een jaar aan het fitnessen ben. En dat ik pas daarvoor 100 kilo op de bank had gedrukt. En toen zei de neuroloog, nou dat vind ik een wonder. En ik verklaar je genezen. Je mag stoppen met je pillen. Nou, en toen heb ik in 2004 ben ik gestopt met de medicatie. En vanaf dat moment heb ik eigenlijk nooit ergens meer last van gehad. Doktoren kunnen een diagnose stellen, ze kunnen vaststellen wat je hebt, maar in sommige gevallen kunnen ze je niet beter maken. En dan mag je weten dat er een God is die zegt dat hij alle macht heeft en dat hij alles kan. En bij hem is er hoop.